Hi iedereen! Laatst heb ik in Zweden hele mooie peplumtopjes gekocht. En toen kreeg ik best wel vaak de vraag van, oh, ik wil eigenlijk ook wel heel graag zo'n peplumtopje. Maar ik weet niet zo goed hoe ik het moet combineren. Het leek me daarom leuk om vandaag een video te maken waarin ik aan jullie laat zien hoe ik het liefst mijn peplumtopjes combineer. Nou, als je niet weet wat een peplumtopje is, dat geeft helemaal niks. Maar ik denk wel dat als je het ziet, dat je dan wel weet wat ik bedoel. Het is dus gewoon een top. En in het middel loopt die wijd uit. Dit noemen ze in het Nederlands geloof ik ook wel een schootje. Maar in het Engels, de Engelse term of de term die het meest wordt gebruikt is dus peplum. En het zorgt ervoor dat echt het accent op je middel ligt. Dus het staat echt heel vrouwelijk. En ook als je een wat rechter middel hebt, dan lijkt het net alsof je dan toch in één keer wel een heel mooi slanke taille hebt. Dus ja, ik vind het zelf het leukst om dit gewoon ook wel echt wel redelijk vrouwelijk te combineren. Maar dat kan natuurlijk op verschillende manieren, waarvan ik er 4 vandaag aan jullie ga laten zien. In deze eerste outfit draag ik een vrij basic peplumtop met spaghettibandjes. Die komt uit Stockholm en kocht ik bij Big Bok. Helaas niet in Nederland te koop. Het shortje is van Forever 21 en het is een wat netter shortje. En dit zou bijvoorbeeld ook geweldig staan met een kanten shortje. Maar ja, die had ik helaas niet. Dus ik kies wel altijd graag voor nettere shortjes in plaats van een spijkershortje. Omdat ik dat dan toch iets meer vind passen bij de peplum. De schoenen, die zijn van Zara. En deze outfit is gewoon lekker zomers. En toch ook wel een klein beetje vrouwelijk en sexy. Hier draag ik ook een zwarte peplumtop, maar deze is afgezet met kant. Dus deze ziet er wat feestelijker en wat chiquer uit. En deze top kocht ik ook in Stockholm, namelijk bij Gina Trico. En hier combineer ik hem op een hele mooie kokerrok van nepleer. En dit zorgt er meteen voor dat het er wat zakelijker en wat chiquer uitziet. Dus deze outfit is bijvoorbeeld perfect om presentaties in te geven. Of als je bijvoorbeeld een receptie hebt en je moet wat netter gekleed zijn. Het hangt er ook maar net vanaf ja, hoe je haar doet eigenlijk. En het ziet er eigenlijk wel heel sexy uit, maar toch ook wel ja, een beetje businesswoman. En dit was outfit nummer 2. Hier draag ik in feite dezelfde top als net, dus van Gina Trico, maar dan gewoon in het wit. En ook de oorbellen zijn van Gina Trico. En ik combineer deze top wat nonchalanter, wat meer casual chic op een boyfriend jeans. En deze jeans die is van lovies.com, een Nederlandse webshop. En ik doe daar ook nog nude pumps onder, om het toch nog even niet te casual te maken. Maar dat er gewoon een goede balans is. En het ziet er gewoon heel vrouwelijk uit, maar door de boyfriend jeans toch ook wel weer wat stoerder. Dus dit is gewoon een lekker outfitje die je gewoon aan kan doen naar werk, school, shoppen, de stad in, naar vriendinnen, date, verzin het maar. Deze peplumtop die is wat speelser en er zit ook een mooi printje in met allerlei ja, best wel zomerse kleurtjes. Dus deze heb ik dan ook gecombineerd op een mintgroene broek. Dit is gewoon een ja, regular jeans, maar ik heb hem een klein beetje omhoog gerold. Dus hij lijkt een beetje skinny. En ik heb er hakken onder gedragen in ook een mooi tropical printje. Dat vond ik er wel heel mooi bij staan. Dus ja, ook op een skinny staat een peplumtop gewoon hartstikke mooi. En dit is wel een wat meer casual outfit die je bij heel veel gelegenheden gewoon kan aantrekken. Nou, ik hoop dat jullie leuke inspiratie hebben opgedaan met mijn outfit ideetjes. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd hoe jij je eigen peplumtop het liefst combineert. Laat het zeker eventjes achter in de comments. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Klik op de linker video om naar mijn vorige video te gaan. Hierin bespreek ik mijn favorieten van de maand mei. Niet alleen beauty, maar ook fashion, lifestyle, interieur. En klik op de rode knop rechts onderin om jezelf te abonneren op mijn YouTube kanaal BeautyLab.nl. Bedankt!